Heel goeie avond iedereen. Het Rijk van de Vrijheid, dat ziet er na een maand toch alweer een klein beetje anders uit. Het is niet niks wat er beslist is op dat overlegcomité in de loop van de namiddag. Isolde van den Einde heeft het allemaal gevolgd, net als de kinderrechtencommissaris Caroline Vrijes. Zij hoopt dat de schoolgaande jeugd gespaard blijft. Daar is morgen nog overleg over. We hebben ook de staatssecretaris voor Relance te gast, Thomas Dermin. Hij wil dat Europa 5000 miljard, niet miljoen, miljard, vrijmaakt voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Vraag is dan wel waar dat geld gehaald moet worden. En meneer Dermin zal ons niks kunnen wijsmaken, want er zit ook een Europa-verslaafde professor aan tafel. Hendrik Vos heeft de meest geweldige anekdotes in de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie liever verweven in een boek van meer dan 600 bladzijden. Ik heb bijzonder veel bijgeleerd, professor. Ik heb ook wel heel goed gelachen, moet ik zeggen. Een pastoor die zijn parochianen erin luistert om de zomertijd te introduceren in Europa. Het verdrag dat, van Rome dat ondertekend is in een boek waarin helemaal niks stond. Sst. En het Hof van Justitie dat zich gebogen heeft over opblaaspoppen. Het is toch allemaal echt gebeurd wat erin staat? Het is allemaal echt gebeurd. Ja. En ja, Europa is niet zo ontstaan. Hè. Er zijn een hoop mensen die aan de slag zijn gegaan en die elkaar soms graag zagen, soms elkaar de strot zouden afbijten en dan ja, samen Europa gemaakt hebben. En soms is dat een verhaal met heel veel schoonheid, soms is dat veel drama en soms zijn dat veel misverstanden en denk je dat je in FC de kampioenen zit. Ja, zo wordt Europa wel aantrekkelijk, moet ik toegeven. En we hebben ook nog beelden van sommige dingen, dus dat is allemaal voor straks. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Maar eerst dus dat Rijk van de Vrijheid 2.0, als ik het zo mag noemen, rond 6:30 was het dat de excellenties meer uitleg zijn komen geven na dat overlegcomité. Op het moment waar we zien dat we als het ware overspoeld worden opnieuw door het virus, is wat we moeten doen hogere beschermingsmuren optrekken. Dat zijn de maatregelen die we beslist hebben. Vanaf vrijdag door een mondmasker te dragen in de publieke plaatsen als die binnen zijn. Het COVID-safe-ticket zal in gans het land verplicht moeten getoond worden voor bezoek aan de horeca en aan de fitness vanaf 1 november. Ten derde, sterke aanbeveling voor thuiswerk, wanneer dat kan. Thuiswerk zorgt ervoor dat er minder contacten zijn op de werkplek en dat is een goede zaak. Ja, Isolde, collega bij het laatste nieuws, dat COVID-safe-ticket voor het hele land. Ik had hem niet zien komen, jij wel? Ja, het was wel al het kwam ter sprake al. De federale regering heeft daar nogal op doorgeduwd, heb ik mij laten vertellen. Vooral N-VA's partij en de Vlaamse regering was daar absoluut geen voorstander van. Ja, net daarom, hè? Ja, dus die, ja, je zou kunnen zeggen dat zij het pleit verloren hebben in dit overlegcomité. Ik begrijp wel een beetje de hesitatie vanuit de N-VA om dat in te voeren in Vlaanderen. We zitten met een vaccinatiegraad van 93% bij de volwassen bevolking. Dat COVID-safe-ticket houdt niet tegen dat je toch nog besmet ergens kan binnenkomen, ergens in een zaak of in een fitnessruimte of wat dan ook. Wat is de bedoeling daarvan in Vlaanderen, kan je je afvragen. En dan als het de bedoeling is om de vaccinatiegraad in Vlaanderen nog meer op te trekken, wat uiteraard een goed doel is natuurlijk, maar dan moet de regering daar ook maar voor uitkomen. Wat mij vooral opvalt, is dat de maatregelen nu eigenlijk vooral gelden, de nieuwe maatregelen gelden in feite eigenlijk enkel voor Vlaanderen. Dit zijn maatregelen of verstrengingen in Vlaanderen, in Franstalig België, in Brussel. Er zijn geen verstrengingen gezien de stijgende cijfers. Ja, vindt u het een beetje vreemd, meneer Dermin? Want u maakt natuurlijk deel uit van dat federale niveau. Nee, ik denk dat we geen polemiek daarover moeten creëren. Maar niet de polemiek, maar we betalen wel een beetje mee de prijs met een vaccinatiegraad van 93%. Het is goed dat wij een vorm van coherentie hebben op het hele gebied van België. En het toont, in Brussel, in Wallonië, toont het werkt toch goed. Hè. En het is geen maatregelen die echt moeilijk is voor de bevolking. Maar als het omgekeerd zou geweest zijn, Wallonië zat met een vaccinatiegraad van 93%, zou u hetzelfde gezegd hebben dan? Ja, ik denk van wel. Ja? We zijn een kleine land, we zien dat in Frankrijk, we zien dat in veel andere landen hebben zij
zulke maatregelen. En dat is geen probleem en de bevolking leeft daarmee vrij. Ja, maar de vaccinatiegraad in Wallonië en in Brussel ligt zoveel lager dan in Vlaanderen. Dat daar een ook afhankelijk extra... in Wallonië van de provincie, hè, want het ja, oké, okay, maar goed, ja, je kan zo alles naast elkaar leggen, maar goed, ja. Maar in het algemeen ligt het daar op 70% bij de volwassen bevolking, 80% in Vlaanderen bij de volwassen bevolking, 56% in Brussel. Dat het COVID-safe-ticket, als men dat zo wil noemen trouwens, ik zou het zo niet meer noemen... Zou je het dan wel noemen? Ja, een coronapasje of zo, ik weet het niet. Zo safe vind ik het niet helemaal. Dus ja, als dat moet gebruikt worden daar om de vaccinatiegraad op te krikken, oké. Okay. Maar ik vind het toch ergens wringend dat de cijfers overal stijgen. Hè? En eigenlijk procentueel ja, liggen er in Brussel en in Wallonië eigenlijk meer mensen op intensieve zorg dan in Vlaanderen. Dat daar dan eigenlijk nu niks gebeurt. Er gebeurt nu niks sterker in Franstalig België. Ik wil daar zeker geen polemiek over beginnen, maar je mag daar wel even op wijzen en dat wel ja, benoemen zoals het is. Ja, er moet een gesprek gevoerd worden over de vaccinatiegraad, en zeker in Brussel en in Wallonië. Ja. Maar dat is een apart gesprek dan een gesprek over de COVID-safe. Vindt u dat? Ik vind dat niet. Nee. Dat hangt toch allemaal ja, samen? Ja, het is een heel eenvoudige maatregel die effectief is. Dus, voor mij waarom vindt u dat een andere discussie? Want het is toch gebleven... In Frankrijk bijvoorbeeld heeft dat wel iets uitgehaald naar de vaccinatie. Ja, en we zien in Wallonië dat het toch een positieve invloed heeft op de vaccinatiegraad. Dus als het een additionele wapen kan zijn voor vaccinatiegraad, dat is ook een positieve gevolg van de CST. Stoort het u, mevrouw Vrijens, dat u binnenkort met een... pas nog op restaurant moet? Totaal niet. Dat was nu ook al zo. Als je bijvoorbeeld naar theater ging, wat nu gelukkig terug kan, dan moest je dat ook tonen. Ik kan me wel voorstellen, het kan soms denk ik wel een beetje een vals gevoel van veiligheid geven. Dat klopt. Ik heb gehoord over festivals soms. Een slagerfestival bijvoorbeeld met 12.000 mensen binnen. Die dan binnengaan met een COVID-safe-ticket, zogezegd. Maar die misschien ook wel besmet kunnen zijn. Dus, maar ik volg ook wel wat meneer zegt. Eigenlijk zo'n grote moeite lijkt het mij niet als je gevaccineerd bent om de app te downloaden en het te tonen. Een moeite is het inderdaad niet. In Vlaanderen zullen de meeste mensen, we zijn ook bijna allemaal gevaccineerd, er geen probleem mee hebben met dat pasje te tonen. De vraag is... is het echt een zeer effectieve dam of dijk, zoals de premier het dan noemt, tegen die stijgende cijfers? Ik wil het zeker doen. Ik heb er persoonlijk geen probleem mee, maar ik vind wel dat je de vraag mag stellen. Wordt zomaar ingevoerd. Je mag daar de vraag stellen. We zitten met een vaccinatiegraad van 93%. Ja, ik vind ook, in Franstalig België, een collega van meneer Dermien in Franstalig België, de Franstalige minister van Volksgezondheid, Bénédicte Clinard van Ecolo, zij ziet bijvoorbeeld totaal geen graad in het feit dat er de jongeren in Brussel maar voor een derde gevaccineerd zijn. Pas grave, we moeten de jongeren niet belasten met de pandemie. Ja, daar ben ik, en daar zullen we het zeker nog over hebben, absoluut voorstander van. Dat blijft toch een belangrijke discussie. Ik snap niet dat er zo geen urgentie is. Het is een belangrijke discussie. En ik denk dat we geen absolute dijk hebben tegen coronavirus. Maar elke additionele maatregelen dat we nemen... dat kan onze vrijheid in de toekomst verhogen. Dat zijn goede maatregelen. En nu hebben we een gesprek over CST, maar binnen 2 weken zullen wij geen enkel gesprek hebben over CST, omdat dat zal automatisch zijn. En dat is geen extra last in ieder dag. Je toont je smartphone en voor 2 seconden, dat is af. Ik ben toch benieuwd naar de verhouding tussen de verschillende niveaus nu. Want ik hoor Frank van den Broeke daarnet ook zeggen in de zaken. Die beslissing is eensgezind genomen. Is toch Jan Bon niet een beetje de arm omgedraaid? Ja, die indruk heb je wel. Hij zit in Dubai. Hij zit natuurlijk in Dubai. Het is moeilijker je punt halen op die manier als je daar in een ver buitenland zit. Nu, heeft dat ermee te maken, denk je? Niet helemaal. Ik denk dat de partij N-VA redelijk alleen stond in dit debat. CD&V was eigenlijk ook voorstander. En Open VLD, ja, Maggie de Blok had vorige week in de Kamer ook al een kleine bocht daarin gemaakt. Hè. De partij heeft daar al meerdere bochten in gemaakt bij de liberalen. Dus ja, op den duur sta je alleen. Ja, dan is het moeilijk om je pleit te winnen tegen alle andere partijen die in alle regeringen van dit land zitten. Dus ja logischerwijs haalt hij het zo onderspit. Hè. Dus ja.
Dat is moeilijk. Ja, voor de komende tijd heeft dat consequenties, denk je, als er nog eens moet gepraat worden of onderhandeld worden over andere dingen? Dat denk ik nu niet. Is dit niet een beetje broek op de enkels? Als je zo sterk maakt van nee, dat willen we niet in Vlaanderen, dat willen we niet en het komt er wel. Cru gezegd, het is ook niet de eerste keer dat de Vlaamse regering iets anders wil en het pleit niet haalt. Dus we zullen zien wat dat geeft in de toekomst. Maar ik denk niet dat dit onderhandelingen nu over coronamaatregelen zeer hard zal bemoeilijken. Het is zeer lastig. En wat ik wel voel, is dat N-VA vooral af wil van die federale fase die normaal ging aflopen en nu toch verder zal lopen. Maar dit is vanuit federale kanten ook wel laten zien van kijk, wij zijn de baas en ofwel, we kunnen wel praten over dingen, maar als je niet meegaat, dan doen we het zo. Hè? Ja, wij zijn de baas, maar ook de Brusselse, de Duitse talige regering, de Waalse regering zitten daar. En ja, als zij allemaal on board zijn, maar opnieuw, dat corona safe ticket, het zal wel zijn dat de Franstalige partijen, die daar heel sterk vertegenwoordigd zijn, akkoord daarmee zijn. Het bestaat namelijk al in Franstalig België, dus het is niet zo'n struikelblok. Mm-hmm. Ja, voor N-VA was dat het wel. Ja, zij staan tegenover een meerderheid. En ja, het is dan broek op de enkels, zoals je zegt, maar goed. We gaan eens kijken naar de schoolgaande jeugd, hè, mevrouw Vrijes. Ja. Ik wil eerst even Frank van den Broeke laten horen. Hij heeft er ook over gesproken. Morgen is er dat overleg nog over de scholen. Onder andere bij Weitz en de partners zitten natuurlijk mee aan tafel. En dit is wat Frank van den Broeke daarnet ook zei op die persconferentie. Als je de scholen wil openhouden en als je de onrust bij kinderen, leerkrachten en ouders wil wegnemen, dan zal je sterkere maatregelen moeten nemen. Je zal nog meer moeten inzetten op vaccinatie bij middelbare scholieren. Daar zijn we in Vlaanderen vrij goed gevorderd, maar we zijn er zeker nog niet helemaal. Je zal toch opnieuw moeten nadenken over veiligheidsmaatregelen en meer dan ooit inzetten op zuivere lucht in de klasse, lucht waar geen virus in hangt. Ik heb u als kinderrechtencommissaris gisteren bij de collega's op ATV horen zeggen: ik ben bezorgd. Gaat dat over de besmettingen of over de maatregelen die er morgen eventueel bij komen? Het gaat over de maatregelen, voor alle duidelijkheid. En dan ten aanzien van de kinderen en de jongeren. We hebben vandaag ook een statement uitgebracht samen met de Vlaamse Jeugdraad. En we zijn eigenlijk niet de enigen die bezorgd zijn. Kinderpsychiaters, kinderartsen hebben ook hun stem laten horen. En al een aantal keren, ook voor de zomer. Ja. En waar zit de bezorgdheid? Ik denk dat we in een hele andere situatie zitten dan vorig jaar, bij een eerste, tweede, derde lockdown. Het is de vierde keer dat dit ons overkomt. Een heel groot deel van de bevolking, want ik spreek voor Vlaanderen, ik ben bevoegd voor Vlaanderen, als kinderrechtencommissaris is gevaccineerd. Kwetsbare mensen hebben de kans gehad zich te vaccineren. De ouders van schoolgaande kinderen zijn ook allemaal gevaccineerd. Dus wij willen heel erg oproepen richting de beleidsmakers van let toch op met welke maatregelen je nu gaat opleggen. We zitten in een hele andere context. En die kinderen en jongeren die hebben daarvan afgezien. Dat is ondertussen bewezen in wetenschappelijk onderzoek. Internationaal is dat aangetoond dat eigenlijk de angst... gevoelens bij kinderen en jongeren, depressies, zelfs suïcideneigingen, eetstoornissen. Dat is wetenschappelijk bewezen dat die sterk gestegen zijn sinds corona. Dat is geen fijne boodschap, maar het is wel zo. Nee, absoluut niet. En heeft dat dan te maken met de globale context? Of gaat dat effectief over, ik zeg maar wat, quarantaine, over mondmaskers? Uiteraard. Waar bent u in de eerste plaats over maatregelen gaat? Want ik hoor verschillende dingen. Hè? Ja. Ventilatie, ik neem aan dat u daar geen problemen mee heeft. Maar het gaat ook over mondmaskers, vaccinatie. Gaat over mondmaskers. Wat het gaat is over verschillende zaken. Ik ben heel blij dat minister Van den Broeken het ook zei daarnet. Die ventilatie is ontzettend belangrijk. Eén punt is de mondmaskers. Dat klopt. Sommige mensen of experts zeggen dat is toch niet zo'n groot probleem. Wij durven dat echt wel ten stelligste tegenspreken. En ook de Vlaamse Jeugdraad zal dat doen. En is daar wetenschappelijke evidentie voor? Nee, want dat is natuurlijk nog nooit op die schaal gebeurd. Bij zo'n jonge bevolkingsgroep, wel in de zorg, maar dat is een heel ander gegeven. Dat is de job van de mensen. Dus we hebben daar geen bewijs voor. Maar uit voorzorg denk ik wel dat men moet beseffen, bijvoorbeeld zeker voor heel jonge kinderen in de basisschool, de taalontwikkeling bijvoorbeeld wordt heel erg geremd. De non-verbale communicatie, die ontzettend belangrijk is voor jonge kinderen, wordt ook geremd door het mondmasker. Ja, we krijgen heel veel klachten en meldingen van ouders, eigenlijk al anderhalf jaar lang, die razend zijn omwille van dat mondmasker en die zeggen van voor mijn kind is dat wel een heel grote last. Dus ik durfde betwisten dat dat zomaar
iets, ik vind een COVID-safe-ticket tonen op je smartphone een heel ander gegeven dan een kind of een jongere, zeker in de basisschool, die een hele dag lang de mondmasker moet aandoen. Dat is toch niet niks, want ja. Wij zitten te werken aan ons bureau. We mogen het afzetten. Dat is al heel lang het geval, maar voor hen niet. Dus u hoopt morgen dat ze daar niet mee afkomen? Want ik heb Geert Moorenbergs ook al horen pleiten. Ja, mondmaskers alsjeblieft ook in het lager onderwijs. Ja, ik ga daar morgen uiteraard tegenin gaan. Tegen het idee van die mondmaskers in de lagere school. U zit mee aan tafel ook? Ik zit mee aan tafel, ja. Ik vind het wel absoluut belangrijk. Wij gaan onze stem daar laten horen. Ik wil, u vroeg daar straks, waar gaat het dan nog over? Het gaat bijvoorbeeld ook over de quarantaines in de scholen. We krijgen daar meldingen over. Nu zijn er geregeld kinderen waarvan er een besmetting is in de klas en die dan thuis zitten en dus ook besmet blijken te zijn, die in quarantaine moeten. Maar de broers of de zussen van die kinderen moeten dan ook in quarantaine en die hun start van hun quarantaine, want het eerst besmette kind is het indexgeval, zogezegd, voor die broers of zussen begint dat pas op de 10e dag. Dus veel van die kinderen zitten door toevallige omstandigheden soms 20 dagen in quarantaine. Dat is bijna een maand opnieuw. Hè. Dus ik denk dat men niet goed beseft. Ik denk ook dat de scholen daar niet op georganiseerd zijn om die kinderen iets te laten doen om die les te geven gedurende die 20 dagen. Want scholen gaan soms gewoon verder met de rest van de klas. En ouders moeten dan dat thuiswerken of het gaan werken combineren met die kinderen die niet naar school kunnen gaan. Dus wat zegt u dan? Laat het zo, die mondmaskers in het lager en quarantaine. Wees daar alsjeblieft een beetje zuinig mee. Wees daar heel voorzichtig mee. Maar dan is de vraag ook wel, hè, want als je de grafiek bekijkt en dan natuurlijk specifiek voor dat lagere onderwijs, we zitten daar wel met curves die compleet door het dak gaan, als we die even kunnen bekijken. Dat klopt. En dat is, als je het vergelijkt met de andere leeftijd, het is de rode curve bovenaan, dat gaat los door het plafond. Dat klopt. Snap dat, want dat is misschien voor u een moeilijke situatie, in die zin dat die kinderen op zich relatief weinig risico lopen om zwaar ziek te worden. Ja. Maar dat is ook ons belangrijkste argument natuurlijk. Hè? Ja, om te zeggen, als kinderrechtencommissaris. Ja, en dat klopt dat die cijfers de pan uitswingen, maar dat konden we eigenlijk perfect verwachten. Dat konden we perfect verwachten. Kinderen zijn niet gevaccineerd. Maar zegt u dan, we moeten daar niet op ingrijpen? Want ze nemen dat natuurlijk, en dat is ook de issue, dat zijpelt door. Ze nemen dat mee naar huis misschien, ook bij de oudere mensen, bij de grootouders die intussen al een tijdje geleden gevaccineerd zijn, nog geen derde boosterprik gehad hebben en die meer risico lopen. Ik denk dat we het echt moeten omkeren. We moeten zeggen, kinderen en jongeren hebben echt nood aan terug een zo normaal mogelijk leven op school en in de vrije tijd. Want lokale besturen zijn dat ook heel erg aan het inperken. Momenteel, dat vinden we ook zo, zo jammer. En ik denk dat we het moeten omkeren en dan moeten zeggen, kijk, mensen die zelf heel erg kwetsbaar zijn, hè, de mensen die ouder zijn of die onderliggende aandoeningen hebben, let heel erg op met wat je doet, met waar je komt. Ga niet voor die kleinkinderen zorgen. Hè. Als dat niet noodzakelijk is, moet je andere oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld, toch noodopvang op school, bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar als samenleving over moeten nadenken. Hoe kunnen wij ons zo organiseren dat kwetsbare mensen maximaal beschermd worden, maar ook voor zichzelf heel erg opletten met wat ze doen. Dus, Het is morgen dat overleg is over, want ik denk dat je er morgen ook een stuk over publiceert, over dat onderwijs. Ik ben het nogal eens met mevrouw Vreens, eigenlijk. Maar heb je al een idee wat er bijvoorbeeld vanuit de hoek van Ben Weitz gaat komen? Want hij zal ergens moeten Ik denk dat ze zeer hard uitgekeken hebben wat het overlegcomité vanavond heeft beslist. Hoezeer de mondmaskerplicht in de maatschappij werd ingevoerd, dat heeft natuurlijk een gevolg in de scholen. Nu, wat Geert Molenbergs voorstelt om elk kind in de lagere school een masker te laten dragen. Ik denk dat meerdere mensen, behalve mevrouw Vrijens aan tafel, zich daar zeer ferm zullen tegen verzetten. Alleen al omdat we nog nooit zo ver zijn gegaan. En dan zouden we net nu zo streng zijn op een moment dat we eigenlijk allemaal gevaccineerd zijn. Dus dat zou eigenlijk nogal vreemd zijn, denk ik. Dus dat zal niet gebeuren. Ik heb ook wel al iets horen waaien over weer een verlengde herfstvakantie dat sommigen op tafel leggen. Afkoelingsweek? Ja, goed. Ik denk dan als zelf jonge mama, waar steek je je kinderen? Mm-hmm. Ja, sorry, maar... Dat is niet evident voor ouders. Nee. Dat is absoluut niet evident, hè. U gaat weinig compromissen maken morgenavond, heb ik de indruk. Ik denk dat wij samen met de Vlaamse scholierenkoepel, want wij staan daar heel dikwijls echt wel op dezelfde lijn. Als één front, hè? Als een front gaan pleiten voor de belangen en echt ook de behoeftes, want het is geen luxe situatie, de behoeftes van kinderen en jongeren. Mijn wezen gewaarschuwd aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Dank u wel, mevrouw Vrijers. Iets anders. Alhoewel, het gaat eigenlijk toch ook over de jeugd, hè? Over hun toekomst alleszins. Zondag gaat in Glasgow de klimaatop van start, dat weten we wellicht intussen. En wat daar ook beslist wordt, dat er veel geld nodig zal zijn om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden, daar is geen discussie over, denk ik.
En als het van de staatssecretaris voor Relance afhangt, die hier naast me zit, dan is het Europa dat voor die centen moet zorgen, meneer Dermin. En wel 5000 miljard de komende 10 jaar. Dat is 500 miljard per jaar. Wat ik me daar straks afvroeg, want u heeft dat voorstel enkele dagen geleden gelanceerd. Heeft u dat netjes berekend, wat er nodig is? Of dacht u, ik zal ineens genoeg vragen? Nee. Wat we weten, is dat als wij de klimaattransitie serieus willen aanpakken, wij moeten veel investeren. Investeren in onze energienetwerk, investeren in onze gebouw, in onze mobiliteit. Mm-hmm. Maar die 5000 miljard, eerst even daarover. Nee, ik heb het niet alleen gedaan op mijn bureau. Dat is een berekening die door Europa werd gedaan. 3,7% van onze Europese BBP. Dat zegt Europa dat nodig is om klimaatverandering aan te pakken. Ja, als wij de cijfers van de Parijsakkoord willen respecteren. Tegen 2030 minus 55% van onze CO2-uitstoot te verminderen, dan moeten wij 3,7% van onze BBP investeren in de toekomst. En dat is precies wat China en wat de VS zijn bezig aan te doen. Hè. De VS, Joe Biden, heeft een 3 trillion, dus 3000 miljard... tegen het eind van zijn legislatuur, om investeringen te doen. China is het zelf aan het doen. Dus het is geen kwestie. Het is niet alleen een kwestie van de transitie in Europa. Het is ook een kwestie van Europese leiderschap. Het is ook een kwestie van de plaats van Europa in de wereld. Een beetje symboliek erbij, zegt u dan. Maar ja, het is een kwestie. Het is ook een economische vraag. Hè. We weten dat de toekomst van onze economie echt afhankelijk is van deze technologie. En dus wij moeten vandaag investeren, omdat de kost van investeren vandaag lager is dan de kost of niet investeren. Wat zou dat voor België betekenen? Hoeveel zit daar dan voor ons bij? 500 miljard per jaar? Hoeveel krijgen wij daarvan? Dat is, ik heb dat zelf niet berekend, maar dat is ongeveer 10 miljard per jaar. 10 miljard per jaar, daar kan je al iets mee doen. Natuurlijk, de vraag is wel, als ik denk aan de COVID-crisis, daar trekt Europa dan 750 miljard vooruit. Niet slecht, maar goed, 5000, dat is nog iets heel anders. Dat is over 10 jaar. Hè? Ja, maar van waar komt dat geld? Dus het is absoluut geen hocus-pocus. Ik wil me baseren op dezelfde model dat wij tijdens de coronacrisis hebben gebruikt, met het RRF, de Next Generation Fund of de EU. En een deel... Wat betekent dat? Het is een model. Eén deel is gefinancierd door door de operationalisering van belastingen die al besproken zijn op Europees niveau. Bijvoorbeeld de minimumbelasting van multinationaal, van OESO, de digitale tax, een betere strijd tegen internationale fraudeurs. Denk aan de corona, aan de Pandora Papers. Dus het geld komt een beetje van de rijken. Ja, nee, niet van de rijken, van een betere belastingssysteem op Europees niveau. Okay. En een andere deel komt van leningen, maar die leningen die heel belangrijk zijn voor onze toekomst met heel lage rentes. En hoe groot is het deel dat van de leningen komt dan? Het hangt af van de model. Ik denk dat in het begin zal het grotere deel van extra leningen komen, maar in de komende 5-10 jaar een grotere deel zal van de belastingen op grote vermogen komen. Ja. Ik zei het al straks, er zit een fact-checker naast u, want ik ken de fiscaliteit van Europa niet zo goed. Klinkt dat plausibel, professor? De bedragen op zich, dat zijn inderdaad de bedragen die circuleren. Er zijn ook, stel dat we niks doen, dan gaan we blijven Pep en Ster-achtige dingen moeten opruimen en dan gaan we geleidelijk aan de kosten ook enorm zien oplopen. Wat de Europese Unie tot voor kort eigenlijk nooit of amper of nauwelijks deed, dat was zelf geld lenen. De Europese begroting is eigenlijk ieder jaar normaal perfect in evenwicht. De Europese Unie maakt geen schulden. Er wordt geld opgehaald bij de lidstaten. Die betalen een soort lidgeld. Er zijn ook wat inkomsten dan van douaneheffingen enzovoort. En dat is het geld waarmee Europa werkt. Met het corona-herstelfonds, nu voor de eerste keer, heeft Europa gezegd van we gaan op vrij grote schaal geld lenen op de financiële markten, dus schulden maken die we dan later zullen terugbetalen. En is het dan bijvoorbeeld bij de Europese Centrale Bank of van waar komt dat? Dat kan bij alle mogelijke, ook private instellingen zijn. Obligaties ook. Ja, precies. Dus je kan naar de financiële markten stappen en zeggen van we hebben zoveel tientallen miljarden of zoveel honderden miljarden nodig en op die manier zamel je dat dan in met de belofte dat je dat later zal terugbetalen, zoals landen dat eigenlijk
heel, heel courant doen. En Europa heeft eigenlijk vorig jaar voor de eerste keer op grote schaal gezegd van wij gaan dat nu ook doen. Wij gaan schulden maken omdat we dat coronaherstel samen willen aanpakken. En we hebben daar wat tijd voor nodig. En dat is dus nu ook wat ze dan zouden doen. Laten we zeggen dat er een substantieel deel van die 5000 miljard wel geleend zal moeten worden. Ja, dan is de vraag, blijft de vraag toch, dat moet op een dag terugbetaald worden. Hè? Waar komt dat geld vandaan? Hoe gaan wij dat voelen? En budgettaire discipline is echt belangrijk. Hè? Dat, ik ben niet aan te zeggen dat geld groeit op bomen. Hè? Maar op dit punt in onze geschiedenis is de klimaattransitie onze grootste uitdaging. Dus wat heb je liever? Heb je liever een extra 20% schuldgraad of heb je liever een leefbare planeet? Wel, als het over onze kinderen gaat, kan je de bedenking maken. Het is natuurlijk de bedoeling onze kinderen niet op te zadelen met een planeet die om zeep is, maar misschien ook niet met een schuldenberg die ze zelf niet gemaakt hebben. Ja, maar wat belangrijk is, is het niet de schuldengraad, maar het is het aantal geld dat je ieder jaar betaalt als rente. En vandaag zijn de rentes zeer laag. Dus wat echt zullen wij vertellen aan onze kinderen? Hey, de budget is in orde, dat is oké. Maar de planeet is compleet kapot. Dat is onzin. Mag je het andere dan compleet loslaten? Nee, absoluut niet. Maar wat belangrijk is, is de geld dat je ieder jaar betaalt van je budget met de rentes. En de rentes vandaag zijn superlaag. Ja, het klinkt natuurlijk spectaculair. Hè? Ik moest ook even slikken toen ik het bedrag dan de eerste keer hoorde. 5000 miljard euro, dat is een... Ik heb het uitgerekend als een 5 met 12 nullen achter. Mm-hmm. Ja, 12 nullen. Mm-hmm. Dat is gigantisch, maar het gaat inderdaad over een langere periode. En in Europa hebben we de gewoonte... Ik denk dat die omslag sowieso zal moeten gefinancierd worden. Je merkt ook, op andere continenten is men daar ook volop mee bezig. Wat we in Europa tot nog toe als gewoonte hadden, dat was dat elk land dat zelf maar bij elkaar moest zien te harken. En dan kon je dat zo'n beetje sossisoneren en dan leek dat eigenlijk niet zo'n gigantisch bedrag. Het voorstel nu is van, laat ons dat in één keer als Europese Unie zien te verzamelen. En dat betekent dan ook dat je... Ja, verwacht dat daar ergens een stuk solidariteit extra in zal zitten. En dat zal betekenen dat politiek wel vrij gevoelig zou kunnen liggen. Als je ziet, naar de coronaherstelgeld, zag je de Nederlanders die zeiden van ja, maar wij willen niet betalen voor de Italianen. En dat soort van ruzie zou je wel kunnen krijgen. Ja, misschien. Maar wat we moeten ook beseffen is dat deze bedrag zeer indrukwekkend zijn. Maar als je vergelijkt met wat Joe Biden is bezig aan te doen in de VS, dat is precies hetzelfde. En het zijn geen uitgaven, het zijn investeringen. Dat zijn een andere natuur van uitgaven. En investeringen zijn de inkomsten van morgen. Als wij vandaag niet investeren, zal het kost morgen hoger zijn, omdat onze leiderschap hebben verloren in vergelijking met China en met de VS. Maar het is niet zo dat op een bepaald moment wij met die bepaalde schuldgraad ook gaan geconfronteerd worden als Belgisch burger. Nee, het is ik weet dat het een beetje moeilijk is om te beseffen, maar het is additioneel schuld op het Europees niveau. En dat is de eerste keer in de Europese geschiedenis dat wij zulke mechanismen hebben. En als je vergelijkt met de VS, en dat zou een interessant gesprek zijn, wat gebeurt in de VS in de 19e eeuw, was precies hetzelfde. Massaal leningen op het federale niveau. En in de komende jaar waren de verdere integratie van de VS gedaan. Ik denk dat wij zullen hetzelfde zien op het Europese niveau. Maar het zijn centenkwesties en dat zijn altijd extreem gevoelige debatten. Ja. Omdat, ook voor dat coronaherstelgeld, het wordt nu geleend, maar hoe dat we het gaan terugbetalen, daar zal nog heel veel politieke discussie over zijn. Hè. En inderdaad, een tax op internetreuzen, zal je er niet raken. Het zal een extra incentive zijn voor verder fiscale consolidatie op het Europese niveau. Want is dat niet dat bijvoorbeeld alle Europese lidstaten samen moeten beslissen? Ik wil het wel eens zien, het is al moeilijk om een regering met 7 partijen in België tot een begroting te komen. Hoe doe je dat met zoveel lidstaten? Maar we hebben geen keuze eigenlijk. Hè. Het is ook de verantwoordelijkheid van Europa, ook tegenover de toekomstige generaties. Als je ziet, kinderen en jongeren hebben nu, de dag van vandaag, heel veel stress en angst, hè, omwille van de klimaatsituatie. Maar er zit wel een politiek niveau tussen, want we lezen ook, premier De Croo heeft u al een beetje teruggefloten door te zeggen, kijk, dit is Vincent van Peteghem, zijn job als minister van Financiën, niet de uwe.
Dat ja, nou, wijst misschien aan hoe moeilijk dat is. We werken super wel met Vincent van Peteghem. Hij gaat akkoord dat investeringen is echt de prioriteit in onze beleid, op het nationaal niveau, maar ook het Europese niveau. Het is de eerste keer sinds de jaren 80 dat de publieke investeringen naar omhoog gaan in België en in Europa. De kwestie van de klimaattransitie is een kwestie van investeringen. Als we niet verder investeren, dan gaat het niet lukken met onze doelstellingen van de Parijsakkoord. Maar misschien is het er wel nog wel verschil tussen Vincent van Peteghem en Thomas Dermin, zou ik zo durven zeggen. Ik denk dat er misschien... Allee, hij zegt inderdaad, we willen investeren. Maar alles laten varen, dat is ook niet iets waar dat... Waar zal het verschil zijn als het hierover gaat tussen wat Van Peteghem wil? Ja, dat kan ik zelf niet voorspellen, eerlijk gezegd. Want op federaal niveau komt dat goed met dit voorstel? Ja, dat vind ik moeilijk te voorspellen. Daar is eigenlijk nog heel weinig over gelost. Het is Thomas Dermin die daar nu de lead in neemt, zal ik zeggen. Nee, dat zal een gesprek zijn binnen de regering. En we hebben de bewijs gedaan dat wij goed samenwerken. Maar was het aan Vincent van Peteghem om dit te doen eigenlijk? Of, want waarom legt u dit op tafel? Ja, het is Vincent van Peteghem die in de Europese Raad van de minister van Financiën zit. Mm. En dus hij heeft... Dus het was zijn job eigenlijk? Ja. Nee, het is in onze interne discussie, het is iets dat wij samen voorbereiden. Maar het is in Europa ook op dit moment nog niet meer dan een proefballonnetje. Ja. Het is, En als je kijkt dat ik zie het niet snel in Europa goedgekeurd raken op dat niveau. Ik denk wel met dat corona-herstelfonds dat voor de eerste keer de klik gemaakt is van we kunnen dat. En soms is dat ook nuttig en nodig. Mm-hmm. Maar of men het nu zo snel nog eens zal herhalen, en zeker op dat niveau... Tegen wanneer weten we dat, meneer Dermin? De Europese commissaris voor Economie, Paolo Gentiloni, heeft een gelijkaardig voorstel gemaakt. Hè? 520 miljard per jaar. Maar de Italianen, ik weet niet of we die achterna moeten gaan. Hè? Ja, dat is een beetje... Dat is niet zo braaf voor de Italianen. Maar ik denk dat hij toch een serieuze en ernstige man is en een zeer invloedrijke politici is in de Europese arena. Ja. Als het er komt, dan zal het moeten goedgekeurd worden door de lidstaten. Ja. En dat is een proces dat ja. heel... Daar zijn we nog niet uit. Als de hoogste, zou ik zeggen. Als het eenvoudig was, was het al in orde. Maar dan zat u hier niet. Ik denk dat het in zin van de grootste uitdaging voor de volgende generatie... En als we serieus moeten zijn, moeten wij serieus investeren. Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen, van de plannen. En dan, ook een beetje Europa. Graag nog even wat tijd maken voor een reis door Europa. En het is nogal een bijzondere. Heel af en toe serieus, maar ik heb toch vooral... En ik zit eigenlijk nog maar halfweg het boek van professor Vos. Ik heb al heel erg moeten lachen. Hiet leidde Groot-Brittannië Europa binnen. In een referendum zeiden de Britten nog massaal ja, maar de ondertekening van het uitbreidingsverdrag in Brussel in 1972 verloopt voor de Britse premier niet helemaal vlekkeloos. Ja, dat was Edward Heath. Ja, de Britse premier, die, een conservatief, die de Britten in Europa heeft binnengeloodst. 1972. In het Egmondpaleis in Brussel ging hij het toetredingsverdrag plechtig ondertekenen. En er was een vrouw die boos was omdat een vergunning voor een kinderdagverblijf in Londen geweigerd was. En die naar het Egmondpaleis was getrokken, zich had uitgegeven voor journalisten en daar voor de camera als een pot inkt. Over Heath uitgooide, waardoor dat de hele ceremonie in het onder liep. Ja, het is een van de vele voorvallen, anekdotes in uw boek. Dit is Europa, hè, zo heet het. De geschiedenis van een unie. Met de ster op de cover op een goed gemikte plaats. Dat is zelf gefotoshopt, professor? Nee, ik heb daar niks mee te maken. Nee. Het is Europa natuurlijk, hè, de godin, de Venetische prinses die ontvoerd wordt door Zeus om dan naar Creta gebracht te worden en daar misbruikt te worden. Eigenlijk is het continent, of hij volgens een van de verhalen vernoemd naar die Venetische prinses. Oké, wat is een aaneenreiging van anekdotes doorheen de geschiedenis? Het is eigenlijk een beetje een roman geworden, vind ik. Ja, omdat het is ook een verhaal dat moest geschreven worden. Hè? Soms denk je van die Europese Unie, dat kon eigenlijk alleen maar die richting uitgaan, maar uiteindelijk zijn dat een hoop mensen
die gewoon aan de slag zijn gegaan, die Europa nog nooit verenigd hadden en dat op deze manier dan wilden doen en die, ja, die er gewoon aan begonnen zijn en geprobeerd hebben om dat te maken zonder dat er een groot plan was waar dat iedereen achter stond en dan al bricolerend is men dan gekomen tot... Dat is wel het juiste woord. Laat ons beginnen. Een van de grote momenten in het begin, het verdrag, de verdragen van Rome. Ja. Ondertekend in Rome. Plechtig moment, we gaan zo meteen in die beelden erop, want er zijn beelden van. Maar de aanloop ernaartoe, het is ongelooflijk. Dat wordt dan ondertekend uiteindelijk in een boek, een dik boek zoals het hier, waar geen enkele bladzijde beschreven is. Dus in een blanco boek eigenlijk. Ja. Maar de aanloop is al... Die onderhandelingen werden gevoerd hier in Brussel op Hertoginnendal onder leiding van Paul-Henri Spaak, toen minister van Buitenlandse Zaken in België. Die onderhandelingen waren ongeveer afgelopen. Op 25 maart was de ondertekeningsplechtigheid in Rome. Dus die technische ploeg vertrekt met een passagierstrein naar Rome. En in de laatste wagon lag het verdrag. Met een hoop materiaal, tijdmachines, stencilmachines enzovoort, omdat men nog dingen aan het wijzigen was of men had dat materiaal nodig. Ja, want als je een wijziging aanbracht, ja, dan moest heel dat verdrag... Alles moest opnieuw getypt worden, ja. Geen computers enzovoort. Mm-hmm. Dus ook alles opnieuw gestenseld. Die trein komt 's ochtends aan in Milaan. Mensen stappen uit om een luchtje te scheppen. Die zien dat hun wagon met het verdrag er niet meer aanhangt aan die trein. En dan bleek dat die in Zwitserland... In Zwitserland was er een wet die zei van ofwel is een trein een passagierstrein ofwel een goederentrein. En de Zwitserse spoorwegpolitie had gezien van s'nachts van tja, je hangt een goederenwagon aan een passagierstrein. We gaan die op een zijspoor zetten, want dat mag. Maar uiteindelijk is die in Rome geraakt, met vertraging, maar toch... En toen was men die laatste zaken aan het uittypen. Dat moest dan gestenseld worden in het Capitool, waar de plechtigheid doorging, tussen fresco's, schilderijen van onschatbare waarde. Men had overal plastic gelegd en dan die stencils, dat is zo'n beetje vochtig van die inkt. Men had die 's avonds te drogen gelegd over die vloeren in het Capitool, op die plastic. Die mensen komen 's ochtends terug en alles is weg. En dan bleek dat daar in de vroege ochtend de poetsploeg geweest was. Die zei van, wat is dat hier allemaal voor een rommel in ons Capitool? Die hadden alles samen en bij het vuil gezet. Het verdrag van Rome. Ja, het verdrag van Rome. Ja. Die mensen zijn dan naar de stortplaats van Rome gegaan om het te gaan zoeken, niet meer gevonden. Hebben dan gezegd van, goed, oké, we hebben nog wel een klad met handgeschreven dingen. Of hij terug beginnen typen. Men had personeel uit Luxemburg laten overkomen. Is dan jobstudenten gaan zoeken aan de Universiteit van Rome. Die jobstudenten zijn gekomen de volgende dag en dan waren we al 2 dagen voor de ondertekeningsplechtigheid. Die jobstudenten zijn dan in staking gegaan omdat ze vonden dat ze te weinig betaald werden om mee te doen aan zo'n belangrijk historisch evenement. Enfin, ook weer een heel gedoe. Uiteindelijk is er geld gevonden. Die jobstudenten hebben meegewerkt. De boekbinder is dan gekomen en die merkte van dit is eigenlijk een rommel geworden. Al die papieren lagen in foute volgorde. Enfin, dat was eigenlijk een zootje. En de boekbinder heeft toen gezegd van het enige wat ik kan doen om dat nog een beetje deftig te laten overkomen, dat is een dikke stapel witte papieren nemen, vooraan zetten we een blad met verdrag en achteraan de namen van de ondertekenaars. Maar dan moet je dat eens bekijken, want oké, dus dit verhaal kennende, en dan zijn dit de beelden van het de ondertekening van het verdrag van Rome, waar... Adenauer. Ja. Adenauer, waar weinig mensen vragen bij gesteld hebben, wellicht, neem ik aan, als ze die beelden zien. Maar dat boek dus, waar nu in getekend wordt, dat is dus volledig leeg. Ja, dat is zag je daar net ook Paul-Henri Spaak, dat was toen... Hij zag er ook een beetje corpulent uit op dat moment. Ja. Maar ooit nog een toptennisser geweest. Heeft België nog vertegenwoordigd op de Davis Cup tennis ooit? Ja. Enfin, wat een vraag. Er zijn... Oké, Paul-Henri Spaak, één Belg. Er zitten nog Belgen in je boek en sommigen die we absoluut niet kennen. Kent iemand Germain Pirlot? De politiek journalist naast? Nee. Een hele, hele brave, sympathieke man die in de Steenbakkerstraat in Oostende woont met een schattig tuintje vol tuinkabouters. En hij heeft ooit toen de euro moest worden ingevoerd en iedereen er nog van uitging dat de euro EQ zou heten, heeft hij een brief gestuurd naar de Europese Commissie met het voorstel... Dit is hem trouwens hier achter ons. Ja, kijk, voilà. Ja, ja. Want je hebt hem bezocht, hè? Ja, ik heb hem bezocht. En hij heeft een brief gestuurd met het voorstel van waarom noemen we die munt niet de euro? En later heeft hij een brief teruggekregen dat hij waarschijnlijk de eerste was die gesuggereerd heeft om
de euro te noemen. Dus een gewone Belgische burger heeft dan van de Europese Commissie... gefascineerd was door Esperanto. Ja. En daarom hield hem dat bezig, dat dossier. Maar voor de rest volgde hij Europese politiek niet, maar hij vond het een goed idee om de euro te noemen. En kreeg een brief van, u bent waarschijnlijk de eerste die dat gesuggereerd heeft. Enfin, dat staat er dus allemaal in. Natuurlijk ook enkele grote momenten. Heel mooi, zoals je beschrijft, ook wat er met Kool en Mitterrand, hoe dat zich ontwikkeld heeft. Fantastische beelden die we ook nog kunnen terug erbij halen van, ik denk, 1984. Ja. Kool en Mitterrand stonden... Ja, Kool was Duitsland, Mitterrand Frankrijk, de erfvijanden. En zij waren op alle vlakken ook heel persoonlijk heel verschillend. Kool, dat was een kolossale man, een christendemocraat. Mm-hmm. Mitterrand, heel verfijnd, aristocratisch, een socialist. Kool die dacht alleen maar aan eten, die had worst en die... de handdruk. Maar dus, ik vind dat heel ontroerende beelden als ik dat met mijn studenten... Ja, heel straftig ook, hè? Ja, ook hoe dat gegaan is. Ze staan in Verdun, letterlijk op het graf van duizenden Franse en Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, een van de meest nutteloze en zinloze veldslagen die er ooit geweest zijn. En ze stonden daar samen en het Duitse en het Franse volkslied werden gespeeld. En dan, als de Marseillaise begint, gaat ineens de hand van Mitterrand, zonder dat dat in het protocol zo voorzien was, dat was een ingeving van het moment, ga naar opzij en tikt Kool aan. Zo een beetje zoals... je kent dat als je een liefje hebt, maar enfin, het is nog niet je lief, maar je wilt zo per ongeluk expres even aanraken om te zien hoe dat ze reageert. Wel, zo was dat. En Mitterrand raakt die hand van Kool. Kool beseft wat er gebeurt. Aarzelt een seconde, pakt die hand. En dan zie je die twee mannen, de aartsvijanden, die minutenlang, want die Marseillaise, dat duurt een tijdje, recht voor zich uit blijven staren, roerloos, letterlijk op het graf van al die soldaten. En ze hebben elkaar daar vastgepakt. Daar is eigenlijk een heel diepe vriendschap ook uitgegroeid. En ze hebben elkaar ook nooit meer losgelaten. Ze hebben een hele sterke stempel gedrukt op dan, ja, bijvoorbeeld op de invoering van de euro, op de uitbreiding van de Unie. Ja, het is een straffe verhaal als je het ook zo leest. Nog eentje. Is dat echt waar wat je schrijft ook, dat Robert Schuman, ja, bij wie het toch voor een groot stuk allemaal begonnen is, dat die mogelijk heilig verklaard wordt? Ja. Schuman was met twee dingen bezig. Die was bezig met de eenmaking van Europa. Hij heeft in het Duitse leger gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog, want hij kwam uit die streek die op dat moment Elzas-Lothringen een stuk Duitsland was, is dan Frans politicus geworden en heeft het plan gelanceerd op 9 mei 1950 om een EGKS op te richten. Hij was bezig met gemeenschap voor kolen en staal. Ja. Voortaan zouden we samenwerken rond kolen en staal. Dat is het begin van alles. Hij was bezig daarmee. En hij was bezig met God. Hij las psalmen. Hij woonde deels in Parijs, maar deed niet mee met het mondaine leven. Hij ging bijbelcursussen volgen enzovoort. Is ook nooit getrouwd geweest. Had wel een hele hoop petekinderen. Toen hij dan gestorven is, is er vrij snel een dossier ingediend bij het Vaticaan van kan hij niet heilig verklaard worden? Het Vaticaan heeft dan laten weten van ja, dan hebben we wel een mirakel nodig. Het is dan voorgesteld van de Europese eenmaking. Je zag geen mirakel, maar het Vaticaan zei van ja, we hebben in ons draaiboek gekeken. Het moet een wonderbaarlijke genezing zijn. En op dit moment, de paus heeft net voor de zomer gezegd van eigenlijk heeft hij alle deugden om voor het heiligdom in aanmerking te komen. Dus het is nu wachten op het mirakel. En hij mag dat verrichten vanuit de hemel. Dus er circuleren nu bidprentjes in de buurt van Metz, waarbij dat mensen die echt zeer ziek zijn, bidden tot Schuman. En als er iemand wonderlijk geneest, dan zal dat... Dan is dat dankzij Schuman. En dan kan hij zalig worden en dat dan als opstap naar de heiligheid. En het zal gebeuren, hoor. Daar ben ik zeker van. Je voelt die ernst ook. Ik ben op het bisdom van Metz geweest en men is daar echt mee bezig. Ook de paus is er echt... Ik begin stilaan te begrijpen waarom jij bezeten bent geraakt door Europa. Ja, dat heeft zo'n imago van saai en stoffig te zijn, maar uiteindelijk is dat een doos vol anekdotes en petit histoire en verhalen die vaak heel aangrijpend zijn. Misschien even meegeven dat dit boek, dat daar ook nog niks in staat.
Want het ligt pas op 29 oktober in de winkel. Dus we hebben alleen de cover van de uitgever gekregen. Helemaal in de lijn van het verdrag. Maar dat moet je nu toch niet zeggen. Nee. Maar de cover is wel echt. Hè. De cover is helemaal is de cover, echt. Ja. Professor Vos, volgende week is het. Dankjewel. En bedankt ook mijn andere gasten. Heel fijn dat jullie er waren. U bedankt voor het kijken, dames en heren. Het leven in kleur met Karin Klaassen komt eraan. Tot morgen.